dit is wel echt heel extreem. 111,5 kilo. Dat betekent dat jij obesitas hebt, morbide obesitas hebt. Ja, ik lach daarom, maar dat is eigenlijk helemaal niet grappig. Je bent nu, nu 26, dan moet echt wat gebeuren. 1 februari, de dag waarop half Overijssel beseft dat er niets terecht is gekomen van goede voornemens. Maar Pim, die begint net. Pim wil in september de Strongman Run rennen. Omdat Pim ook beseft dat hij nog niet op zijn streefgewicht zit, gaat hij langs bij Juan Carlos, een goedlachse sportschoolhouder uit Weerselo, die heel interessante vragen stelt. Als jij pluspunten zou hebben, waar zou je jezelf dan het hoogste cijfer voor geven? Meest gebruikte vervoersmiddel, de benenwagen. Nou, volgens mij kom je wel iedere dag met de auto op werk, toch? Ja, het is heel ver naar huis. Hoeveel kilometer is het van werk naar huis voor jou? Anderhalf. Ik ben vanochtend voor het eerst met de fiets geweest. Zo. Gaan we even wegen? Wegen? Ja. En hoe oud ben je? 26 ben ik. En 1,80. Dit is wel echt heel extreem. 111,5 kilo. Er valt winst te behalen. Er komt een bonnetje uit. Ik wil eigenlijk helemaal niet horen wat er op dat bonnetje staat, joh. Vetpercentage 33,6% is hoger dan 19,9%, waar je graag maximaal op wil zitten voor een normaal vetpercentage. Dat is bijna dubbel in. Ja. Visceraal vetniveau staat op 13. En 13 is wel echt een getal waar je vanaf wilt. Voor je gezondheid niet bevorderlijk. Punt. Ja, de lichaamssamenstelling is op dit moment vergelijkbaar aan dat van iemand van 41 jaar. Dering. Nou ja. Je BMI, alles wat tussen de 25 en 30 zit, is overgewicht. Alles wat boven de 30 komt, is obesitas. En alles wat boven de 33 komt, is morbide obesitas. Jij zit op 34,4. Probeer het echt op deze manier te zien. Je bent nu nog maar 26. Het is goed dat je er nu wat aan gaat doen. Je mag sportkleding aan doen. Handdoek, flesje water erbij en dan gaan we aan de bak. Klaar voor. Oké, we beginnen met de fiets. 3, 2, 1, go. Ik heb nu nog maar 3 calorieën verbrand. Ja. Ja, 4. As we speak, 4. 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22. Op het moment dat je het heel zwaar krijgt... Ja, nu is dat... doe een beetje lacherig over. En dat zit wel een beetje in mijn karakter. Gewoon een beetje lacherig over dingetjes, een beetje relativeren. Ik heb even met de neus op de feit gedrukt. Oh, dat is de kut. Blijf fietsen. Zit op 14. Kom op, jongen. Kom op. 35. Hoe gaat-ie? Denk je zelf, houdt. Fantastisch. Heb je al een sixpack? Nope. Maar nu moet het toch wel even gaan gebeuren. En ik heb er net om kunnen lachen. Ik hoop dat ik volgend jaar ook nog kan lachen. Nou, op een andere manier. Heb je er al spijt van dat je aan begonnen bent? Nee. Beetje.